Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 4HVO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag gaan we het hebben over een factor uit de wortel halen. Dat is een prachtige techniek die ervoor zorgt dat je bepaalde wortels helemaal niet hoeft op te schrijven, omdat je ze kunt omschrijven in termen van makkelijkere wortels. Dus eerst eventjes waar het idee vandaan komt. Jullie hebben vorige keer gezien dat wortel A keer wortel B hetzelfde is als de wortel van A keer B. En deze rekenregel die werkt deze kant op, van daar naar daar, maar hij werkt ook andersom. En als één van die twee getalletjes in die wortel nou een mooie wortel heeft, dan kan je hem dus uit de wortel halen. Dus laten we even kijken wat er gebeurt. Stel je voor dat ik de wortel van 98. Nou, jullie weten misschien dat je 98 kan schrijven als 2 keer 49. Ja? Hey, maar 49 heeft een mooie wortel. Ja, dat is 7. En met dat regeltje wat hier staat, kan ik die 49 er op een of andere manier uithalen. Dan kan ik zeggen van, oh ja, dit is wortel 2 keer wortel 49. Maar wortel 49 kan ik uitrekenen en dat is 7. Dus dit is gelijk aan 7 wortel 2. En dat is eigenlijk de basis van wat we hier leren in die theorie B van die gekke paragraaf. Namelijk van, hoe haal je nou dingen uit een wortel en waar is het goed voor? Stel je voor dat iemand dit doet en zegt van oké, wat is wortel 2 plus wortel 98? Dan zeg je van nou dat kan ik niet uitrekenen. Zeg alsjeblieft geen wortel 100, hebben we het vorige keer over gehad. Er is geen rekenregel die zegt dat je die binnenkant mag optellen in dit geval. Maar we hebben net gezien dat wortel 98 gelijk is aan 7 wortel 2. Dus hier staat wortel 2 plus 7 wortel 2. En wortel 2 is gewoon 1 wortel 2. Dus ik heb een wortel 2, ik heb nog 7 wortel 2's. Samen heb ik 8 wortel 2's. Dus deze techniek is vooral handig als je wortels met elkaar wil optellen die niet hetzelfde zijn. Kan zijn dat ze toevallig wel een klein beetje hetzelfde zijn op deze manier. En dan kan je ze toch wel optellen. Dus dat is prachtig. Oké, dan eventjes de aanpak. Het doel is dus, als je hebt hier de wortel van een getal, dan moet je eigenlijk dat getal schrijven als een zo groot mogelijk kwadraat. Zo. Keer een ander getal. En omdat dit een kwadraat is, kan ik hem niet alleen maar splitsen, die wortel, maar ik kan ook nog één deel van die wortel uitrekenen. Ik heb een getal en dat wil ik splitsen in een zo groot mogelijk kwadraat en in een ander getal. Oké. Dus dan moet je wel weten wat de kwadraten zijn. Nou, de kwadraten, dat zijn eigenlijk, 1 is een kwadraat, maar dat is een beetje flauw, daar heb je niks aan in dit geval. Het moet een zo groot mogelijk kwadraat zijn en 1 is een heel saai kwadraat, omdat het niks toevoegt. Je kan bijvoorbeeld wel dit doen. Je kan zeggen wortel 13 is de wortel van 1 keer 13, is de wortel van 1 keer de wortel van 13 en de wortel van 1 is 1, dus 1 keer de wortel van 13. Maar ja, dan is het toch weer gewoon wortel 13, dus dit wordt er niet echt mooier van. Dus het kwadraat wat je eruit had moet groter zijn dan 1. Dus ja, 4 heb je, 2 keer 2, 9 heb je, 3 keer 3, 4 keer 4, 16 en 5 keer 5, 25, 6 keer 6, 36, 7 keer 7, 49, 8 keer 8, 64, 9 keer 9, 81, 10 keer 10, 100, hè, dat zijn ze zo'n beetje. En je hebt ze ook als kommagetal, je hebt ze ook als 0,04. 0,04 is namelijk het kwadraat van 0,2. Hè, en 0,09, dat is het kwadraat van 0,3. Enzovoort. Dus die, als je te maken hebt met kommagetallen in zo'n wortel, dan wil het nog wel eens spitsen zijn in zo'n kommagetal. Nou ja, en als je die kwadraten een beetje goed kent, dan kan je deze sommen. Dus ik stel voor om eventjes te kijken naar een basissommetje. Ik denk dat het wel leuk is om gewoon te kijken naar som 50. En ik wil ook wel sommen doen met een A. Maar niet allemaal. Oké, we kijken naar 50 en we kijken even naar 49. We beginnen met 50. Oké,
Oké. 50. Herleid 5 keer de wortel van 28 min 2 keer de wortel van 63. Oké. Dat is leuk. En je ziet van, hey, deze wortels, die zijn niet dezelfde wortel, dus die kan ik niet zomaar bij elkaar optellen, van elkaar aftrekken. Ik moet die wortels simpeler schrijven. Dus ik moet in die 28 moet ik een 4, 9, 16, 25 zoeken of wat dan ook. Nou, een hoog getal dan 16 zit er sowieso niet in, 16 zit er niet in, 9 zit er niet in. Dus ik moet het doen met 4. Dus dan krijg ik hier 5 keer de wortel van 4 keer 7. Ja. En 63, daar zit geen 4 in, maar wel een 7 en een 9. Ja, dat wordt 9 keer 7. Dus dat betekent dat ik deze wortel kan schrijven als 5 keer wortel 4 keer wortel 7. Die andere kan ik schrijven als 2 wortel 9 keer wortel 7. En dan wordt er 4 is 2. Dus hier staat eigenlijk 5 keer 2, 10 wortel 7... min, en de wortel van 9 is 3, dus dit wordt 2 keer 3, min 6 keer de wortel van 7. En het antwoord is dus 4 keer de wortel van 7. Ja, mooi hè? Ja, dat kan ook bij B. Bij B hebben ze 10 wortel 27, min een half wortel 48. Oké, okay. Nou, 27. 25 en 16 past niet, 9 past wel. Oké. Okay. Dus dat is 3 keer 9, hè? Want 3 keer 9 is 27. Dus de wortel van 3 keer 9 en 48, 25 past niet, net niet, hè? 16 wel, 3 keer 16. Oké, nou die 9 en die 16, die kan ik uit de wortel halen, kan ik uitrekenen. Dus dan krijg ik hier 10 keer 3 keer wortel 3. En hier krijg ik een half keer de wortel van 16 is 4 keer de wortel van 3. Oké. Dus dit is 30 wortel 3 min 2 wortel 3, ofwel 28 wortel 3. Goed, ook leuk. Dan doen we C. NBC zeggen ze, maar wat is dan wortel 8 min wortel een half? Nou, wortel een half. Oké. Okay. Die wortel 8, hè, dat kunnen we wel spitsen. We kunnen zeggen dat is wortel 4 keer 2. Hè, en die 4 die kunnen we dan zo uithalen. En die wortel half, dat is eigenlijk wortel 1 gedeeld door wortel 2. En die wortel uit de noemer, die kon je wegkrijgen door boven en onder te vermenigvuldigen met wortel 2. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je dus de wortel van 4 keer de wortel van 2. Dus het is 2 wortel 2. Hè. Deze 2 is de wortel van 4, omdat ik dit los heb gehaald. En dan krijg ik hier min een half wortel 2. He, want onderin krijg ik 2, dat geeft die half. En bovenin krijg ik wortel 2. Dus eigenlijk, voor de mensen die het niet zien, je hebt dit, wortel 1 keer wortel 2 keer wortel 2, gedeeld door wortel 2 keer wortel 2. Bovenin krijg je wortel 2, onderin krijg je 2. En dit kan je herschrijven als een half wortel 2. He, net hetzelfde als dat 3 keer 1 vijfde. Hetzelfde is als 3 vijfde. En deze berekening werkt ook beide kanten op. Dat heb ik hier gedaan. Oké, nou 2 wortel 2 min een half wortel 2 is anderhalf wortel 2. En dat is wat ze willen. Oké, gaan we naar D. Bij D staat de wortel 80 min 10 gedeeld door wortel 5. Oké, dat is een beetje hetzelfde wat we net deden. Hè. Dat is zo'n wortel 5 aan de onderkant kon je wegkrijgen door boven en onder te vermenigvuldigen met wortel 5. Even kijken, 80. Nou, met onze kwadraten erbij, 49, 36 werkt niet, 25 werkt niet, 16. Wortel 80 is wortel 5 keer 16. 16 keer 5. En die gedeelde wortel 5 hier gaan we boven en onder vermenigvuldigen met wortel 5. Dan zeg je dit. Oké, nou wortel 16 keer 5 is gewoon wortel 16 keer wortel 5. Dus dat geeft 4 wortel 5. En hier krijg ik 10 wortel 5 gedeeld door 5. Hè? Dus eigenlijk gewoon 2 wortel 5. Hè? 10 gedeeld door 5 is 2. Dus dan krijg je 4 wortel 5 min 2 wortel 5 is 2 wortel 5. Ja, superhandig. Dus prachtig. Hè? Ik vind toch dat we die sommen die daar staan op een hele mooie manier hebben herleid. We hebben prachtige korte antwoorden gekregen die veel inzichtelijker zijn dan de sommen zelf.
Oké, dan zouden we ook nog even kijken naar 49. Want daar zat iets in met een A. En dat is op zich ook altijd wel leuk om te doen met jullie. Dus we kijken ook even naar 49. Oké. Bijsom 49. Staat er, in deze opgave is A groter dan 0 herleid. Nou, je ziet dus dat ik nu de T-opgave maak na opgave 50. Ja, dat betekent dat sommige technieken die je bij som 50 hebt geleerd, kan je toepassen bij som 49. Dus die volgorde, die lijkt niet heel erg logisch. Maar er zit wel weer wat achter, maar dat is op zich niet zo boeiend. Kijk, je hebt hier 2 wortel 24 min 8 gedeeld door wortel 6. En die wortel 24, kunnen we gaan kijken wat daarin zit. Nou, volgens mij had je daar alleen een 4. En die 8 gedeeld door wortel 6, die wortel in de noemer, dat wilden we niet, hè, hadden we gezien. Die kun je boven en onder vermenigvuldigen met wortel 6. Dus je krijgt 2 keer de wortel van 4 keer 6, min 8 wortel 6, gedeeld door wortel 6 keer wortel 6, maar wortel 6 keer wortel 6 is gewoon 6. Dus hier komt 2 keer de wortel van 4, maar 2 keer de wortel van 4 is 2 keer 2, 2 keer 2 is weer 4, dus 4 wortel 6, min 8 zesde wortel 6. Even kijken hoor. 8 wortel 6 gedeeld door 6 kan je ook zien als 8 zesde wortel 6. En 8 zesde kun je zien als 4 derde wortel 6. Ja? Dus dit wordt 4 derde wortel 6. Nou, als je dit wil uitrekenen, moet je daar eigenlijk ook derde van maken. Dus dan krijg je 12 derde wortel 6 min 4 derde wortel 6. En dat is 8 derde wortel 6. Oké, nou, en 49b... Dat is ook wel een leuke som als je ermee wil oefenen. He, dan moet je eens kijken naar som 51. Er zit ook steeds zo'n letter in. Ze zeggen bij som B, herleid A wortel 2 plus de wortel van een half A kwadraat. Oké, nou, hier in die wortel staat een product. He, dit is een soort van de wortel van A keer B. Dus dat betekent dat je hem kan splitsen. Je kan zeggen, dit is A wortel 2 plus de wortel van een half keer de wortel van a kwadraat. Maar de wortel van a kwadraat is gewoon a. Hè? Want we hadden gezien dat a een positief getal was. Dat stond in de som. Dus, en wortel een half, dat was eigenlijk wortel 1 gedeeld door wortel 2. Dus dit is gelijk aan a wortel 2 plus wortel 1 gedeeld door wortel 2 keer a. Maar nu hebben we een wortel in de noemer staan. Dat vinden we niet mooi. En dan gingen we boven en onder vermenigvuldigen met wortel 2. Dan krijg je dit. A wortel 2 plus wortel 2 gedeeld door 2 keer A. Dus eigenlijk staat hier een half A wortel 2. Hè? Steeds als je een breuk hebt in een wat rare vorm, mag je hem anders schrijven. Dus 5 zevende keer 3 hè, is hetzelfde als bijvoorbeeld 3 zevende keer 5. Of even kijken wat ik nou eigenlijk wil. Je kan er zelfs van maken 1 zevende keer 3 keer 5. Dat mag allemaal. Dat kan ik hier ook doen. Dus die eerste blijft gewoon staan, dat is wortel 2. Maar hiervan maak ik A keer een half wortel 2. Zie je dat? En als je het wil terugzien, een half wortel 2 is gewoon wortel 2 gedeeld door 2. Die A die blijft gewoon op de grond staan. Eigenlijk gebeurt er niks mee. Dus ik heb A wortel 2 plus A keer een half wortel 2. Dus dat geeft de makkelijkste manier. Ja, het kan natuurlijk zijn dat je het gewoon ziet. Hè, maar als je het niet ziet, je kan die wortel 2 buiten haakjes halen. En dan staat er dit. A plus een half A keer wortel 2. En A plus een half A is anderhalf A wortel 2. En je kan zelfs ook de A buiten haakjes halen. Dan staat er 1 plus een half is anderhalf. Dus wortel 2 plus een half wortel 2 is anderhalf wortel 2. En dan heb je ook nog een factor A die je de hele tijd meedoet. Dus een anderhalf A wortel 2. Nou, dat waren de sommen die ik wilde bespreken. Dus gaan we volgende keer nog even kijken naar vergelijkingen met wortels. Dat is gewoon toepassen van deze regeltjes, maar dan in een interessante situatie. En dan komen er nog allemaal verschrikkelijke sommen over driehoeken waarvan je dan zijdes moet berekenen en zo. Dat zijn hele vervelende dingen, daar gaan we wel fors wat tijd aan besteden. Dus we gaan even afsluiten, lieve mensen. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt.
stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen, deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten, vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen, dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.